Survival tip 4. Voor een tof feest heb je nodig: versieringen, eten en drinken, een DJ-set, met muziek dus, een discobal en natuurlijk het allerbelangrijkste, vriendinnen. Rosa? Ik was zo bang, mam. Het is allemaal mijn schuld. Stil maar. Meneer Ritsema heeft me gebeld. Esther, die wil niet eens mee, maar... Mam? Waarom wil jij nou? Ik was zo druk met Alexander dat ik jou een beetje vergeten ben. Ben je dan niet boos op me? Nee, natuurlijk niet, gekke doppert. Zie je? Volgende keer kom je meteen naar me toe, hoor. Hoe is het met Esther? Weet ik niet. Maar die Danny die gaat naar een andere school toe. En Sasha... arm kind. Hoezo arm? Sasha heeft het al zo moeilijk met de drinkende moeder thuis. We moeten maar een beetje geduld met haar hebben. Ik durf echt niet meer naar school. Oh, schatje. Ik denk dat het voor jou wel mee zal vallen, hoor. Nee, mam. Het valt echt niet mee. Ik denk het wel. Nou, ik denk het niet. Nou, ik denk het wel. Ik denk het niet. Nou, ik denk het wel. Nee, ik denk het niet. Mam. Ik denk het niet. Oké, Roos. Diep ademhalen. Niet door je benen zakken. En go. Zo, mevrouw de brandstichter, kom jij maar eens even naar voren. Ja, jongens en meisjes, even aandacht. Kom eens, ga maar zitten. Ik wil beginnen. Bladzijde 34 van jullie boek.
We duiken vandaag in de wonderlijke wereld van de 1 en 2 zaadlobbigen. Dat is ook heel boeiend. Nee, let even op. Serieus, kom op. Rosa. Bladzijde 34. Ja, let op. Heeft iedereen iets om te schrijven bij zich? Waar is Esther? Graag een beetje tempo. Ik weet het niet. Bladzijde 34, had ik al gezegd. Rosa. Oh nee. Nu komt het. Rosa, ik had beloofd dat iemand Esther haar huiswerk zou brengen. En de winnaar ben ik. Natuurlijk is er iets ergs gebeurd. Maar we moeten verder. Esther, jij, de hele klas. En je kan meer dan je denkt, Rosa. En denk gewoon, ik kan alles. Ik kan alles wat ik wil. Ik kan alles heel goed verpesten, ja. Hey. Trouwens, heb je de poster gezien? Mooi ontwerp, hè? Een feest. Oh ja. Daar is echt alle reden toe. Wat zei Pritsen me ook alweer? Ik kan het. Ik kan gisteren en morgen veranderen. Ik kan nu wegvliegen. Ik kan de knop duwen en dan word ik gered door Superman. Ik kan alles wat ik wil. Ik kan het ook gewoon in de bus doen en een weg wezen. Zoek je iemand? Ik zoek Esther. Esther Jacobs. Ik ben de moeder van Esther. Ben je van de school? Ik heb haar huiswerk. Jij bent Rosa. Nee. Niet? Kom maar. Kan je het er zelf geven? Loop maar door, hoor. Ja? Ik heb je huiswerk. Zeg het maar, Rosa. Zeg het maar, Rosa. Je kan het. Je kan het. Zeg het maar, Rosa. Sorry. Van gisteren. Zeg maar gerust 3 keer sorry, Rosa. Ik dacht dat jij anders was. Maar jij bent er gewoon ingeluisterd. Nee, zo was het niet. Ik hoopte echt dat ze het goed wilde maken. Dat wilde ze niet en dat wist je best. Es. Je deed gewoon zo omdat je bang was dat je zelf ook gepest zou worden. Geef maar toe. Ze heeft gelijk. Een beetje. Sorry. Ik snap het ook wel. Vroeger werd ik ook heel vaak gepest. Totdat we verhuisden. Ik kwam op een nieuwe school en alles was over. Maar nu begint alles weer opnieuw. Nee, echt niet. Heb jij die gemaakt? Moeder. Mooi. Welke maat heb je? Nee.
dat is misschien wel leuk, weet je, Gert? Dan moet je dat korter en dan moet je dit. Morgen is je hier klaar. Hey. Hi. Heb je een nieuw blouseje? Ja, van Esther. Van Esther? Leen jullie ook al kleren van haar? Ja, dus? Wat gaat Sasha zeggen? Kan me niet schelen. Kom. Overnieuw. Ik zou willen dat het niet kan schelen. Vraag 5. Het is een moeilijke vraag. Je krijgt 2 minuten om het kansartikeltje. Sasha. Fijn dat je er bent. Ja, fijn hè? Echt super. Lees maar even door. Dan komt zo meteen de vraag. Goed gedaan, Shampotje. Mijn vriendin in pik als ik er niet ben. Sas, ze heeft me niet ingepikt. Oh nee? Dacht je dat ik blind ben? Sasha, alsjeblieft. Je boek, bladzijde 74. En nummer 3? Ook al overgelopen. Sasha, is het afgelopen? Je gaat op... Nee, je bent nog geen minuut binnen en je begint alweer. Sasha! Wat is er met jou? Ik gun mezelf maar uit. Waarom? Ik was gisteren bezig met een gedicht voor Aisha. Ik had Menno gevraagd om het naar haar toe te brengen. Maar die cirkel zegt niet dat het van mij is, maar van hem. Dus Aisha wordt verliefd op hem. Op Menno. Wat wordt voor je, Jan? Je kunt je beste vrienden niet vertrouwen. Dat blijkt wel. Waarom kom je er morgen niet naar mij toe? Dan ga je mee naar het klasfeest. Kan dat? Tuurlijk kan dat. Hoi. Hoi. Hij is er. Wauw. Vind je? Leuk. Zullen we zo gaan? Misschien komt ze niet. Zal je zien, ze durft vast niet. Ik hoop het. Nou, kom, we gaan.
Hoi. Oh, superleuk. Ja. Ja. Alles verknald. Mijn schuld. Hoe kon ik dat zeggen? Wacht eens. Ga je rechts, oké? Sas, waar zit je nou? Kom, we gaan. Natuurlijk. Joon, ik weet waar ze is. Die kant op. Waar? Daar, kom. Wacht maar even, oké? Okay? Sas?
Sas? Ga weg. Mensen, wat doe je hier? Ga weg. Sas? Niet doen. Weet je nog, Sas, dat we vroeger altijd speelden? Wat was het wachtwoord ook alweer? Bolle breedbek. Bolle breedbek boeren. Praatkikker. Toch? Sorry dat ik dat zei van je moeder. Stomme pritsen, hè? Hij is thuis komen praten. Nou, die fik op school. Mijn moeder was dronken. Maar dat is helemaal niet jouw schuld. Er liggen overal lege flessen. En ik moet tegen mijn moeder zeggen dat ze moet douchen en schone kleren moet aantrekken. En dan moet zelfs de kots opruimen. Waarom heb je me dat nooit verteld? Roos? Wil je mijn vriendin meer zijn? Ik heb helemaal niemand meer. Alleen maar als je niet van die rare dingen doet. Wat voor rare dingen? Nou, zoals zolders in brand steken. Of spoken in de kelder. Of leraren uitschelden. Cola in boeken gieten. Of zoenen met de rare gasten als Danny. Hij zoende lekker. Met een stuk ijzer in je tong zeker. Probeer het zelf maar eens. Ik ben er geen paard zat. Hey Rosa, kom jij heel even bij mij zitten? En? Wat en? Oh jee. Ja? Ik heb goed nieuws. En super, super goed nieuws. Wat wil je het eerst horen? Het goede? We zijn zwanger. Hè? Maar jullie zijn bejaard. Leuk. En het andere? We gaan verhuizen. Naar een groter huis? Ja. In Groningen. In Groningen? Oh ja, hoe neem je afscheid van je vriendinnen? En hoe moet je ergens opnieuw beginnen? Tips?